Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven. En bij Rijken gaat het natuurlijk om dat je je zo ver mogelijk of zo goed mogelijk kunt openen, zodat je die energie die er altijd is en voor iedereen beschikbaar dat je die op kunt nemen zodat jouw lichaam op al die plekken waar tekort is aan energie die energie kan aanvullen. Hoi, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. Leuk dat je er vandaag weer bij bent. En vandaag heb ik de gast Taco Arends en Taco Arends is de oprichter van Being to Being. En niet alleen dat, want ik heb met hem de Reiki reis mogen afleggen samen. Hij is namelijk de vader van mijn dochter Maya. Mijn, uh, mijn ex-man. En uh, wij, uh, ik ontmoette hem toen ik 16 was, en hij was 19. En wij zijn daarna samen op een Rijkierreis gegaan. Een van de mooiste reizen in mijn leven. En wij hebben samen een prachtige dochter, Maya, gekregen. En nog steeds goede vrienden en fijn in elkaars leven. En de reden dat, wij, uh, dat ik je heb uitgenodigd is dus ook vanwege die Rijkierreis. Wat wij samen hebben mogen beleven en waar ik ook ongelooflijk veel van jou heb geleerd en hoe jij in uh, dingen staat. Dus welkom in deze podcast. Dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ja. Erg leuk. Ja, zeker. Um, de eerste vraag die ik altijd stel aan mijn gasten is, wat betekent holistisch leven voor jou? Dus die wil ik graag aan jou stellen. Ja, dat is een uh, lastige vraag aan de ene kant. Uh, voor mij betekent dat eigenlijk zijn en dan met alles wat er op dat moment is. Dus of dat nou emotie is of weerstand of geluk. Ik denk dat uh, als je dat kan toelaten, dat je al heel ver bent in het uh, holistisch leven. Okay. En ik denk dat holistisch leven en Riky bijvoorbeeld ook, maar ook heel veel andere dingen, dan ook echt een goed uh, hulpmiddel kunnen zijn om ook te ontdekken wie of wat je werkelijk bent. En dat wie of wat je werkelijk bent, nou ja, wij uh, hebben samen ook uh, Moji ontdekt en Ganga Ji en Papaji, heb jij ook een loop van gelezen? Ja, wat heb jij daaruit gehaald? Wat zijn die je werkelijk bent? Wat is dat voor jou? Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje tweeledig. En als we naar de reiki kijken, dan is de reiki vooral bedoeld om, om te ontdekken... dat je altijd al die onvoorwaardelijke liefde bent geweest. Mm -hmm. Bent en, uh, en zult zijn. En vanuit de mensen die je nu opnoemt, gaat het ook veel meer over bewustzijn. Dus dat alles één is. Eigenlijk dat er maar één is en dat vanuit daar eigenlijk alles voortgekomen is. Dus dat we met elkaar verbonden zijn... Ja, ja, mooi. Hey, en um, ik begin ook altijd met de reis eigenlijk van de gast. Met, um, nou, hoe was jij als kind? En had jij toen dat bewustzijn ook al? Hoe keek jij toen daarnaar? Ja. Hoe, uh, hoe, uh, wil je daar wat over delen? Ja, zeker. Uh, mijn jeugd is heel prettig geweest. Dus uh, hele fijne ouders. Ik ben een van de drie kinderen. Ik heb een zusje en een broer. En ik was eigenlijk altijd al bezig met uh, het observeren van mensen... Ik was vrij grenzeloos in die tijd al als klein kind. Dat vond ik ook heel moeilijk om uh, grenzen te herkennen van mensen. Dus die ging ik eigenlijk altijd opzoeken, omdat ik niet zo goed wist uh, ja, tot waar en uh, hoe ver je kon gaan. Dus dat was wel een heel leerproces. Uh, ik weet nog heel goed dat bij mijn broer bijvoorbeeld, dan, uh, dan prikte ik hem uh, uh, op zijn buik bijvoorbeeld. En na drie keer de ene keer kreeg ik een stomp en uh, de andere keer niet. Dus ik begreep niet goed wat daar gebeurde. En dat vind ik eigenlijk nog steeds wel eens lastig om te leren ja, hoe grenzen eigenlijk werken. Dus als klein kind was ik daar heel erg mee bezig. En toen ik naar school ging, was ik eigenlijk veel met andere mensen bezig. Dus ik ging mensen observeren. En daarbij leerde ik en zag ik heel veel dat mensen vaak anders deden. dan dat ze zich op dat moment voelden. Dus ze zeiden iets tegen persoon A en dan draaiden ze zich om en dan zag je een heel ander gelaat. Ja. Of heel veel emotie. En ja. dat vond ik ook apart. En dus ik dacht, mensen doen het zich misschien anders voor als dat ze zijn. Mm -hmm. En waarom heeft persoon A hier wel last van en persoon B niet? Dus zo kwam ik erachter dat er iets in de mensen moest zijn... wat uh, ons heel erg verschillend maakte. En uh, ja, vanuit daar ben ik eigenlijk zelf gaan groeien. Want doordat ik juist heel veel met anderen bezig was... raakte ik eigenlijk ook een beetje mezelf kwijt. Ja. Dus heel erg gericht uh, op andere, andere mensen helpen. Dat zit ook echt wel in, uh, in de familie. Ja. Dat, uh, zo zijn wij eigenlijk opgevoed. Maar dat hebben we ook zo meegekregen. En, en zo zagen we dat ook altijd. Dus mijn ouders bijvoorbeeld deden heel veel voor andere mensen. Wat heel logisch uh, leek. En dat wordt het dan ook voor jezelf. Dus als je met een kleine moeite iemand kan helpen, dan, dan deed je dat eigenlijk. Ja. En bij mij is dat misschien in het begin een beetje uit balans geraakt. Door me heel erg te focussen op, uh, op anderen. Maar dat is een beetje zoals mijn, uh, mijn jeugd geweest is. Ja. Om dat vlak. Ja. ja, want met dank aan jou en, en, en jouw schone, mijn schoonfamilie destijds uh, ben ik natuurlijk naar Lea gegaan. Zij kwamen daar al. Lea was een medium en haar vrouw uh, uh, Reiki Master. En jij hebt mij enorm geholpen, ook in die tijd met de trauma's die ik als kind natuurlijk uh, had. Dus daar, uh, ja, dat, dat was echt wel, uh, wel super mooi. En toen zijn wij het rijki ingegaan. Wat weet je ja. nog van uh, ons eerste reiki avontuur Nou, dat is wel uh, een heel avontuur geweest. Uh, nou, je noemt Lea al, haar vrouw heet Meri. dat is onze reiki master uh, Wij gingen op vakantie, dat weet ik nog goed. Toen uh, ging je nog naar de bibliotheek om boeken te lenen. En uh, ik had blind een boek gepakt en dat ging over Reiki. Bij Lea kwam ik destijds ook al omdat ik het gevoel had van ja. Ik wil heel graag mensen helpen. Volgens mij kan ik ook iets. Dus daar begon die reis eigenlijk. En toen vertelde zij ook dat Mary uh, rijke cursussen gaf. En toen was uh, 1 plus 1 eigenlijk 2. En toen zijn we dat gaan doen. En ik weet nog. 19, uh, 19 denk ik of zo, toch? Ja, want wij waren ja. natuurlijk al samen. Dus dat moet eigenlijk ja. bijna wel. 18. Volgens mij wel vrij snel. Ja, vrij snel. Dus ik denk ja, ja. dat ik in een jaar of 19, of 18 of negentien. Ja, denk dat ouder zijn gaan Hij was dus 21 of ja. 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 En die rijke 1 was, uh, was geweldig. Dus. Uh, en want wat is Reiki? Voor mensen die het niet kennen, wat is Reiki? Reiki is, uh, als je het letterlijk zou vertalen, universele levensenergie. Dus alles wat leeft, bestaat uit de energie. Um, en die energie helpt ons om gezond te zijn op alle niveaus. Dus uh, lichamelijk, emotioneel, mentaal. En dan heb je spiritueel en energetisch nog. Zelf vind ik uh, emotioneel en lichamelijk uh, uh, en mentaal heel erg belangrijk. Um, maar het wordt ook onvoorwaardelijke liefde genoemd, omdat meer mensen tegenwoordig daar ook uh, affiniteit mee hebben. Yeah. En bij Rijkje gaat het natuurlijk om dat je je zo ver mogelijk of zo goed mogelijk kunt openen. Zodat je die energie die er altijd is en voor iedereen beschikbaar, dat je die op kunt nemen. Zodat jouw lichaam op al die plekken waar tekort is aan energie, die energie kan aanvullen. Mm -hmm. En ook kan helpen bij blokkades die we hebben opgebouwd in het verleden. Yeah. Dus dat is wat voor mij de Rijkje is, maar als je het letterlijk bekijkt, is het uh, eigenlijk puur energie. Ja, yeah. en de Rijkje 1. Ja, dat was wat ik zei heel erg mooi. Vanaf de eerste inwijding, de dag kent vaak vier inwijdingen, wat eigenlijk hele grote schoonmaakmomenten zijn, uh, wist ik meteen uh, dit past bij mij. En het ging ook heel makkelijk. Dus bij mij was de energie er meteen. En als ik mijn handen neerlegde, dan voelde ik dat. Dus ik had heel veel ervaring daarbij. Dus dat was allemaal heel erg mooi en fijn. Ja. <laughs> en toen kwam Rijkie 2. En toen uh, dan werd ik toch wel heel erg geraakt aan alle kanten. Ja, ik ook. Dus daar begon mijn uh, proces wel van uh, ontwikkeling aan de kant van, joh, wat zijn mijn blokkades? En, uh, nou ja, hoe kunnen die aangeraakt worden en hoe kan ik daarmee omgaan? Dus dat was, uh, ja. Ik ja. Had het allebei wel. Ik weet nog wel op Rijckie 2 dacht dat ik ook echt dacht, ik moet hier weg. Ik moet hier Ach. weg, ik moet dat de vlucht. Ja. Ik vond het zo heftig, omdat je, ja, ja wat, wat leer je bij Rijckie 2? Misschien voor de mensen die het dus ook rijkje 2 niet kennen, Ja, ja. Rijk 1 is heel erg gericht op het fysieke lichaam. Dat is ook uh, de bedoeling. Hè? Want bij rijke 1 ga je ook onderzoeken of het uh, bij je past of het iets voor je is. Dus dan is het fijn als je het ook kunt ervaren. Ja. En via het lichaam kunnen de meeste mensen juist uh, voelen dat er blokkades zijn, want dan gaan ons lichaam pijn doen. Ja. Bij Rijk 2 ga je de verdieping in. En dan gaan we meer kijken naar emotionele laag en de mentale laag. Dus de patronen en de overtuigingen. En de emoties die er al een tijdje zitten, maar nog niet alle ruimte hebben gehad om omhoog te komen. En het mooie is dat, de, is dat de energie eigenlijk niet verandert, omdat reiki is reiki. Ja. Maar doordat je jezelf zo ontwikkelt en veel loslaat en veel transformeert, ga je de energie wel veel sterker ervaren. Ja. Dus daar is reiki 2 eigenlijk op gericht, op het mentale en het uh, emotionele niveau om nog dieper te gaan. Hij was voor ons echt, ik weet nog wel een jaar, van echt mega opschonen toen. Ja. En ja. toen gingen we na een jaar, geloof ik, al de in Master doen, toch? Ja, wij hebben dat eigenlijk gedaan in de tijd dat het ook kon. Want er zit tussen alle graden zit, uh, uh, tijd tussen. En dat is bedoeld om er eigenlijk alles uit te halen wat erin zit. Uh, dus toen wij uh, Rijking 3 mochten gaan doen, uh, Master is dat dan. Dan eindigt de opleiding eigenlijk ook, Reiki 1, 2 en 3a. En dan kan je daarna kan je nog Rijk in 3B gaan doen als je ook van binnen voelt van: Ik wil dat graag gaan doorgeven. En mensen ook gaan leren hoe je cursus kunt geven en mensen kunt opleiden. Wat we eigenlijk daarna ook samen hebben gedaan. Oh, niet samen, maar wel uh, allebei. Ja. Uh, dus dat zijn we toen vrij snel gaan doen. En in die uh, masteropleidingen ging ik nog even lekker door. Doei, was jij daarop ja Ja. En ja. ja. dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn Rijk in 3B dus uh, niet meteen ben gaan doen. En jij wel. Ja omdat ik daar echt zoiets had van ja, op dit moment, uh, ik wil het wel graag, maar er zit nog zoveel wat uh, omhoog komt. Het ja. lijkt me slimmer om daar eerst even wat mee te doen ja. en dan pas het veld in te gaan en mensen ja. dat te gaan leren. En dan kan je natuurlijk die ervaringen ook weer meenemen. Ja. En ja. Ik ben toen inderdaad die opleiding daar ook nog naast gaan doen, hè? voor deskundig, ja. paranormaal of energetisch therapeut. Ja. ja, ik had al vrij snel zoiets, ik word, word mijn werk en bij jou... Ik weet niet, was het toen al duidelijk dat het echt je werk zou worden? Was meer ook daarnaast, volgens mij, ook naast je werk. Ja, ik zat, was toen ook eigenlijk ook wel weer bezig met, uh, nou, Marjolein weet het heel zeker. Dus ik probeerde dat ook te ondersteunen. Ja. En daar ruimte aan te geven. En ik deed dan een beetje in het weekend. Ja. Maar ja, dat werkte natuurlijk helemaal niet. Ja. Ik durfde ook niet echt uh, mijn baan te verlaten. Uh, heeft later ook wel moeite gekost om dat zelf te gaan doen. Want nu uh, doe ik alleen maar dat ja. soort dingen. Maar. Uh, dat klopt, dus in het begin was dat niet, het was wel het idee, maar het was meer van dat komt dan later wel. Als jij alles geregeld hebt en dan uh, ja. ga ik die tijd nemen om dat ook te gaan doen. Ja. Nou, dat ben je eens gaan doen, want ja, en, en hoe, want dat vind ik echt, nou echt zoveel complimenten. Want jij zit gewoon bij ziekenhuizen. Ja. Daar geef jij gewoon reiki. Ja, mensen, echt waar, het is in Nederland, het is in Nederland zo en echt een mega grote... Credit en eer aan Taco hoe hij dat heeft gedaan. Het is echt bizar. Ik vind het echt briljant. Want dat is dus gewoon in het ziekenhuis. Vertel, hoe doe je dat? Hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Het is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. Zoals veel dingen in mijn, uh, mijn leven wel. En, en het is goed om daar wel bij stil te staan. Want soms stap ik daar een beetje snel overheen. Maar het is wel iets uh, heel moois natuurlijk. Precies, want het regulieren en het alternatieve ontmoet elkaar. Want vertel, hoe doe je dat daar? Nou, mijn zusje werkte in een ziekenhuis ja. en die zei: Nou, we doen hier ook iets voor medewerkers. En uh, er is nog geen reikie. En toen dacht ik in eerste instantie: Een ziekenhuis en reikie, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar ja, als ergens regels gelden, is dat misschien wel daar. Ja. Dus ik had een hele mooie flyer gemaakt met alles wat ik deed. En ik dacht: Dan kunnen ze wat uitkiezen, want het zou mooi zijn als ik daar binnen kan komen. Mm -hmm. Want zorgmedewerkers helpen, dat is wel een plek, vind ik, en dat is ook zo gebleken, waar mensen echt wat meer energie kunnen gebruiken, vaak ja. helemaal. Uh, Tijdens corona en ook daarna, want toen heb ik daar ook gewoon kunnen hacken. Ja. Maar die zei dus van, uh, nou we doen hier iets. Dus toen had ik mijn uh, mooie flyer opgestuurd en toen werd ik ook uitgenodigd. Mm -hmm. En uh, toen zeiden ze, we willen graag reiki. Dus uit alles wat ik deed, coaching en loslaten en uh, van alles en nog meer, zeiden ze we willen graag reiki. En dat was niet de behandeling, maar de reiki cursus. Ja, dat, is, dat vond ik ook zo tof, dat medewerkers in het ziekenhuis ja. gewoon reiki gingen ontvangen. Ja, dus dat was geweldig. Dus toen ben ik dat gaan doen. In groepjes van vier. Er werd daar dan een ruimte beschikbaar gesteld. Het ziekenhuis heeft dan een online platform waar mensen zich dan kunnen inschrijven. En zo is dat eigenlijk een beetje gaan rollen. En toen kwam uh, corona, want waar we nu over praten is, denk ik, 2018 of 2019. En toen kwam corona en toen uh, kon dat eigenlijk niet doorgaan, omdat uh, daar natuurlijk ook uh, fysiek contact gemaakt wordt als je mensen behandelt. Ja. Dus toen ben ik uh, andere dingen gaan doen. Maar het aparte was dat de Reiki-behandeling wel mocht doorgaan. Ja. ja. Dus jij aan de medewerkers, toch? Ja. ja. En ik vond het prima, uh, want ik wilde heel graag mensen helpen. Dus ik ben uh, in de coronaperiode ook mensen Reiki-behandeling gaan geven. En dat was heel, heel mooi om te doen. Mm. En vanuit daar zijn meer dingen gekomen, zoals uh, mensen leren uh, loslaten. Hoe kun je met stress omgaan? De rijke behandeling is uitgekomen, een-op-een loslaatsessies die ik daar nu ook geef, en, uh, en coaching ook. Ja. Wat mensen toch ontdekken van, tijdens zo'n behandeling bijvoorbeeld, kijk, er zit ook altijd een beetje coaching bij. Ik wil toch heel graag mensen helpen. Ja. Dus dan vertel je soms ook wat meer wat mensen kunnen meenemen. Ja. Want het gaat natuurlijk om degene die tegenover je zit, dat die eigenlijk uh, zo ver mogelijk komt en dan thuis ook nog wat kan proberen, dan zou dat mooi zijn. Ja. Zo kijk ik ook naar de Reiki. En de Reiki-cursus is er niet voor niks. Ja. Dan word je meegenomen in het hele proces. Maar iedereen zou het uh, moeten kunnen omdat die energie beschikbaar is. Alleen omdat we zo'n uh, sterke mind hebben die wat anders vertelt, onderzoeken we dat niet echt. Mm -hmm. En dat is de rijke keurs natuurlijk. Heeft dat een super meerwaarde omdat je overal doorheen gaat. Maar ik zeg wel eens tegen mensen, probeer het thuis nou ook eens. Dat je ja. je opent voor uh, onvoorwaardelijke liefde of, of voor energie als je dat een fijn woord vindt. Dus zo heeft dat zich eigenlijk ontwikkeld, maar dat is... Uh, nog steeds gaande en dat probeer ik eigenlijk ook bij andere ziekenhuizen neer te zetten en ook bij, uh, bij meer bedrijven nu. Ja. Met een netwerk wat ik dan eigenlijk heb opgebouwd sinds uh, 2011. Ja, echt geweldig. De... Dat wij ook Rijken gingen doen. Ja. Ja, echt ja, mooi. Echt fantastisch. Ja, nee, echt zoveel complimenten voor jou. Want ja, nou ja, weet je dat. Uh, ik merk gewoon, ik, uh, ik heb natuurlijk ook mijn, bij zomaar wat wel Rijken geven, maar dat er. Uh, dat in deze afgelopen, nou wat is het, 25 jaar, denk ik wel. Ja, voor de afgelopen 25 jaar, reiki echt wel duivelswerk was. En, en, en echt super... Uh, werd met de nek ook wel werd aangekeken hoe dat zo is veranderd in Nederland. En dat jij ook nog eens in ziekenhuizen binnen bent, dat ja, is gewoon super mooi. En inderdaad, noem het reiki, noem het universele energie, noem moet onvoorwaardelijke liefde. Uh, alles om mensen weer volledig in hun kracht te laten komen, in balans te zijn, waardoor ze weer eh, door goed voor zichzelf te zorgen, ook weer voor anderen kunnen zijn. Dat ja, vind ik gewoon een hele mooie, ja, eigenlijk bewustzijnsbeweging die die, die gaande is. Um, jij noemde net ook even loslaten. Misschien is dat mooi om daar ook nog eens op in te gaan, want uh, ja, het is niet zozeer dat dat echt bij Reiki hoort, maar kan wel heel mooi naast Ehm, um, Ja loslaten noem je dan ook Sedona of is het echt, echt loslaten hoe ja, zie je dat? Ook en de release methode zeg maar. Kijk, mensen hebben verschillende ingangen en vanuit mijn eigen praktijk voor mij is alles energie. Alleen dat is niet voor iedereen zo. Dus de een heeft een hele mooie ingang omdat hij ook heel veel met energie heeft. De ander heeft een mooie ingang omdat hij niet kan loslaten en daardoor uh, heel ver van zichzelf verwijderd blijft. De ander heeft een heel druk hoofd waardoor die uh, met een beetje uitleg daarover en hoe je dat voor je kunt laten werken ook verder kan komen. Mm -hmm. Dus ik heb wat meer dingen toegevoegd. Uiteindelijk valt het allemaal onder die rijkje en onder die energie. Ja. Maar loslaten merk ik dus iets wat mensen heel moeilijk vinden en wat mensen ook vergeten. Ja. En dan ja, kun je met Rijkje ook alles bereiken, zoals met heel veel meer dingen. Want ik zal niet zeggen dat rijkje de manier is om alles te bereiken. Kies altijd iets wat bij je past. Ja. Maar Rijkje ligt wel heel dicht bij wat ik denk dat uh, het snelste werkt en het makkelijkste werkt. Ja. Uh, is er soms iets meer nodig om eventjes zo'n mentale blokkade bijvoorbeeld uh, wat meer ruimte te geven? Of zo'n emotionele blokkade? En daar kan loslaten heel goed bij helpen. Mm -hmm. Want je kan best vanaf nu positief gaan denken, wat heel waardevol is. Maar als we nog allerlei patronen en overtuigingen bij ons dragen die het tegenovergestelde vertellen. Ja, creëert dat ook weer iets in je wereld? Ja. Sowieso gedachten en extra gevoelens. En dan wordt het vaak zwaarder door. Waardoor mensen gaan vechten of weerstand gaan bieden tegen wat er is. Ja. En dan is loslaten een hele makkelijke tool om ruimte te creëren. zodat je weer in je rust komt en de dingen weer anders gaat bekijken. Ja. Dus het loslaten vind ik eigenlijk wel essentieel. Ja. En voor de mensen die dat moeilijk vinden, loslaten gaat eigenlijk vanzelf. Maar ja, niet vanuit het hoofd, want daar is alles best wel moeilijk. Ja, want eigenlijk laat het jou dan los, toch? Want als jij dus niet identificeert met. Dus je identificeert je met wie je bent. En dat wat je niet bent doet, maar even zit om jou heen. Je overtuiging, op patronen, overlevingsmechanismen. Dat is dus wie je niet bent. Dan op het moment dat je dus focust op wie je werkelijk bent. En je kijkt aan wat je niet bent. Dan laat het jou los. Zo kan je het ook zien. Maar. Loslaten is voor heel veel mensen moeilijk omdat het een hoofddingetje wordt. Yeah. En dan zeggen ze, ja, ik ben daar niet goed in, of dat lukt mij niet. Dus ze blijven een beetje aan de oppervlakte vechten met wat er gebeurt. Mm -hmm. en, en als je dat onder één noemen gooit, is het altijd weerstand. Yeah. Wat er ook altijd gebeurt als we iets nadenken waar we van zeggen dit vind ik niet leuk, of ons hoofd doet dat dan, dan voelen we ook altijd iets. Mm -hmm. Dus dat gevoel is eigenlijk essentieel. Yeah. En als je iets voelt, heb je twee keuzes als ik het heel praktisch maak. En dat is ja of nee zeggen. En dat is hetzelfde wat jij zegt met alles wat, uh, wat je niet bent, ja, als je dat loslaat, dan, of laat jou los, dan blijft er dus iets over. Blijft het zo over. Dat is ook zo. En dat snappen mensen ook, maar het meest frustrerende voor mensen is dat ze het wel begrijpen, maar niet ervaren. Ja. En daar zit iets tussen. En als tussenstap, wat ik dan bijvoorbeeld heb onderzocht, als je dan iets voelt, dan kun je daar met oefeningen bijvoorbeeld eigenlijk ja tegen zeggen. Hmm. Twee keuzes ja of nee, heel simpel, als mm -hmm. ik het heel praktisch maak. Dus als we een voorbeeld kiezen. Ja. Um, stel dat ik het lastig vind om mijn werk los te laten. Ja. En dat is ook zo trouwens. Ja. <laughs> In momenten dat ik, uh, weet je, zomaar is het natuurlijk niet alleen mijn, mijn ja, zomaar is gewoon mijn zielsmissie. Weet je, Maya is onze dochter, maar zomaar is ook een vorm van spirituele dochter. Soms merk ik dat ik, nou ja, echt wel druk kan zijn s'nachts of zo. Dan komt er gewoon weer een idee of dan is iets wat voorbij komt. Wat kan ik concreet dan doen? Ja. Nou, dat is wat ik mensen ook vraag. Hè. Heel vaak, als mensen tegenover mij zitten, dan moeten ze eigenlijk aan iets denken wat niet zo leuk was, omdat dat gevoel er niet altijd is. Mm -hmm. hè, anders denken van onze mind is heel goed om alles uh, te bedekken of te onderdrukken. Mm -hmm. Niks mis mee trouwens. Dus kun je het denken ook niet af, want het gaat zo lang door totdat we zo geïrriteerd zijn dat we wel naar binnen gaan. Ja. Dus het is een heel mooi hulpmiddel, ja. eigenlijk, als je er zo naar kan kijken. Daarom is dat holistisch leven ook meer voor mij iets waar alles geaccepteerd okay. wordt of alles er mag zijn dat je alles kan toelaten. Dus dan zou ik aan jou vragen: nou, waar voel je dat lichamelijk? Want dat is eigenlijk weerstand die we voelen. Nou, meestal onprettig gevoel, oké? Okay, nou, de Meeste mensen voelen dat hier of in hun hart of in hun hoofd of uh, in hun buik. En dan vraag ik of je daar contact mee kan maken. Nou, voor het hoofd klinkt dat soms ook al heel vaag, maar contact maken betekent gewoon dat je het voelt. En voor mensen thuis doe even lekker mee. Dat is wel leuk, weet je? Stiekem alvast een beetje voorlopend op de oefening die we straks gaan doen. Maar heb je een plek? Doe maar even mee. Ja. Ja, dus als je nu niets voelt, denk aan iets wat je wil veranderen, waarvan je lief had dat het niet gebeurd was, waarvan je bang bent dat het gebeurt, dat creëert altijd een onprettig gevoel. Dus dat voel je ergens in je lichaam en dan maak je contact mee en dat is puur dat je het voelt. Moeilijker maak ik het ook niet. Dan vraag ik je of je een cijfer kunt geven aan dat gevoel van 0 tot en met 10. En een 10 zou dan zijn, dat gevoel is zo heftig, ik kan dat bijna niet tegenhouden, zo zwaar is het. En een vier zou zijn, nou, ik voel het wel, het is aanwezig, maar ik kan het prima handelen. Ja. En dan mag je daar een getal voor kiezen. Voor mijn vier. Oké. Okay. Dan ga ik je een aantal vragen stellen, is dan de oefening. En op elke vraag mag jij ja antwoorden. En als dat niet lukt of als je dat niet kunt, want dat heb je soms omdat het zo uh, heftig wordt, probeer je het toch. Want als we nee zeggen, doen we eigenlijk wat ons denken altijd doet. En dat is weer uh, iets bedenken of iets onszelf afleiden, zodat we daar niet naartoe hoeven. Dat is eigenlijk ook de essentie van. Alle weerstand die bestaat. Ja. Dus het is niet alleen een goede oefening, maar er zit ook heel veel in wat mensen hun leven echt lichter kan maken ja. door loslaten. Nou, je hebt een cijfer gegeven. Uh, je wil iets anders gaan doen dan normaal. Dat zou mijn eerste vraag zijn. Dus ben je bereid om iets compleet anders te doen dan dat je denken normaal voorstelt? Ja. Heel ja, fijn, dan kunnen we ook verder met zo'n vereniging. Dus ook mensen thuis, voel of je bereid bent. Dan uh, ja. maak je weer contact met dat gevoel. Want het is goed om daarbij te blijven, want dat zorgt voor ruimte. En dan wil ik je vragen of je ja kunt zeggen tegen dat gevoel. Dus gewoon alleen maar ja. En dat doe je dan hardop in, in jouw geval. Ja. En kun je nog wat meer ja zeggen tegen dat gevoel? Ja. En terwijl je ja zegt, ga je eigenlijk observeren wat er gebeurt. Dus je gaat voelen of kijken wat er met dat gevoel gebeurt als je er ja tegen zegt. Dus kun je nog wat meer ja zeggen tegen dat gevoel. En nog meer. Ja. En kun je nog wat meer ja zeggen tegen dat gevoel. Ja. En nog meer. En als je dan nu een cijfer zou moeten geven, welk cijfer zou dat dan zijn? En dan ga je eens kijken wat er gebeurt. Het kan gelijk zijn gebleven, het kan uh, gezakt zijn, misschien een tiende kan ook gestegen zijn. Ja, voor mij is het denk ik een halfje nog. Oké. Okay. Dus jij ging van een? Vier. Naar een half. Ja. Dus dat is goed om daar naar te kijken. Want je zegt eigenlijk, nou ja, nog geen 30 seconden ja tegen een gevoel. En het wordt dus lichter, ja. wat je ook kunt ervaren. En dit is ook een stukje oefening, omdat we normaal nee zeggen, kan het soms even lastig zijn om deze oefening te doen. Nou dan zouden we daarmee verder gaan. Dus dan kunnen mensen nog wat dingen gebruiken. Soms kun je een deurtje of een raampje visualiseren voor die plek waar je dat voelt. Dat deurtje staat open, daar hoef je geen moeite voor te doen. En dan kun je alles wat daar nog zit, dus in jouw geval, die half, kun je omhoog laten komen zodat je het kan gaan. En dan kun je het een beetje nog zien verdwijnen. Mm, mooi. Dat is eigenlijk een loslaat oefening. Daarna kun je eindigen met jezelf wat liefde geven. Want je hebt ruimte gecreëerd. Dus als je dat vult met liefde, maar ja, dan wordt alles alleen maar beter van. Ja, het lichter. Ja, dus je kan dat echt voelen. En normaal duurt zo'n oefening wat langer, maar jou gaat hij dan wel heel snel. Goed. Jij doet dit soort dingen natuurlijk elke dag, <laughs> ja. maar dat is een oefening waarbij je je mind of je denken bij het proces houdt. En dat is ook wat bij Reiki en bij alles wat je doet heel belangrijk is. Want als ons, onze mind, hè, onze fijnste energie eigenlijk, als die in het lichaam komt. Dus mind en body worden één, zoals ja. dat mooi klinkt. Dan kan daar van alles veranderen. Ja, dan kan het echt. En dat willen we eigenlijk ook: hè? dat die energie binnen blijft, zodat je er ook wat mee kan doen. Ja, dat je het ten gunste kan gebruiken voor iets. Ja, kijk, je lichaam weet prima wat met energie uh, kan doen. Het weet waar het tekort is, waar het, het aan kan vullen. Zo is die energie ook onvoorwaardelijke liefde. Dus het komt gewoon helpen op plekken waar energie niet doorstroomt. Ja. Ontzettend aardig. En dat hoef je eigenlijk alleen maar, maar dat nog niet eens. Je hoeft je eigenlijk alleen maar te openen zodat je lichaam dat kan opnemen. En als je kan toelaten wat er dan gebeurt. dan kan eigenlijk alles plaatsvinden. Ja, mooi. Heel mooi. Ja, dan, dan hield het eigenlijk vanzelf, hè? Zo zou ja. het eigenlijk kunnen zeggen. Even een kleine break tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij opleiding is de opleiding tot spiritueel coach. waarbij je jouw unieke. intuïtieve en. mediamieke gaven. In kan zetten om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil je ook bijdragen aan een nieuwe wereld en wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei? Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Uh, we gaan een kaartje trekken. Hiervoor liggen kaartjes. Je mag er eentje trekken. Daar staat op vraag en die vraag mag je voorlezen. Welk boek of welke film heeft een diepe indruk op je gemaakt? Oké. Okay. Nou ben ik heel slecht in namen. <laughs> Dat weet jij wel. Dat weet ik. Um, er zijn wel twee films, maar daar weet ik dus de naam even niet van. Ja. En boeken... Uh, nou ja. die over bewustzijn gaan. of over Rike. Uh, die hebben een diepe indruk op mij gemaakt. maar titels weet ik dan zo ook eventjes niet. Nee. <laughs> maar er zijn twee films. Eentje. Free uh, Shark Redemption of zo heet het. Ja, yeah, de shark, shark Redemption. Ja. Yeah. Yeah. Dat vind ik een hele mooie film. Ja. Yeah. Uh, en die andere film. waarbij zo'n. Uh, die, die film begint. Bij een uh, grote man die dan twee uh, kinderen in zijn arm heeft. De, de, Green de, de Green Mile. Mile. Ja. Oh ja, dat hebben we gejankt. Ja, dat, gejankt, hè. Ja, dat is, uh, vind ik ook een hele mooie film. Ja. Maar dat komt ook om hoe hij is. Ja. 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 ja, dus. ja. En hoe hij, hij is. Ja, dat raakte jou inderdaad altijd ja. al. Hè. Dat hij zo goed komt doen. zo Met zoveel liefde en aandacht in de wereld het is. Eigenlijk heel simpel. Ja. En eenvoudig. Maar echt alleen maar goed wil doen. En uiteindelijk gaat hij toch dood, omdat hij uh, ja. beschuldigd werd. Voor. Ja, dat vond ik geen leuk einde mee. Nee, het is een afschuwelijk einde. <laughs> ja, maar het is wel de intentie, of, of in ieder geval de, de, de boodschap daarachter. Het is natuurlijk wel heel ja. mooi. Dat ook ja, goede mensen ook soms. Nou ja, dat is het ook hè. Heel veel mensen proberen goed te doen. En voelen dan toch een soort van uh, afkeuring. Ja. Nou, in zijn geval was het wel vrij heftig. Ja. Ja. ...maar voelen toch alsof uh, ze iets niet goed hebben gedaan. En dat is misschien ook wel de kern van uh, veel problemen waar mensen mee zitten. Toch dat gevoel, ik ben niet goed genoeg. Ja. En, da en dat vond ik zo aangrijpend in die film. Zo Iemand die zo mooi is en zoveel mensen ook nog helpt... ...terwijl die uh, ja. weet dat hij uh, niet gaat overleven en gevangen zit. Ja, ja dat is ja. mooi. Nou, ik vind het ook mooi. Ook, ook misschien een klein bruggetje naar onze, onze mooie dochter Maya. Waarbij wij dat ook haar meegeven. Ja. Dat zij, ik merk, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ze is nu twaalf. En dat ze zo puur en authentiek zichzelf is. Ook niet de neiging heeft om mee te willen lopen. Echt heel erg bij zichzelf is. En wat goed voelt. En ook dat ze wel met dingen thuis kwam als klein meisje al. Van, mama, waarom doen mensen zo? Waarom, waarom zijn kinderen zo, zo aan de ene kant en aan de andere kant zo? Zij is zo. Van het niet meelopen. Ik vind dat wel heel gaaf heel om haar zo in haar puurheid te zien. Ja. Wat, heb jij, wat geef jij mee aan haar over reiki? Of over? Um, nou, wat ik altijd probeer mee te geven is dat ze goed is zoals ze is, ja. en mooi is zoals ze is. He, want daarom kom je natuurlijk niet aan. Helemaal in deze wereld, niet met de social media. Kijk, wij kunnen dat wel doorgeven. Maar als het haar weg is om daar toch iets uh, van te leren. Dan gaan andere mensen heus wel andere dingen vertellen. Ja. Maar dat probeer ik haar altijd mee te geven. Ja. Dus uh, ik ben ook nooit teleurgesteld in haar of teleurgesteld geweest. Ook als ze dingen deed die dan misschien niet volgens de regeltjes zijn of zo of anders kunnen. Dus veel het zelf ontdekken en kijken wat vindt ze er nou zelf van. In plaats van uh, wat ik ervan vind of, of jij of andere mensen. En dat moet ik zeggen, dat zie je inderdaad nu uh, terugkomen. Zeg maar haar eigen ding doet. En uh, eigenlijk heel liefdevol in elkaar zit. Ja. Naar mensen en, uh, en dieren. Ja. En vooral zichzelf uh, probeert te zijn in een wereld waar dat soms best wel lastig is. Ja. En natuurlijk komen ze heus wel dingen tegen. Want uh, zo werkt het nou eenmaal. Maar dat probeer ik wel altijd uh, te blijven herhalen. Ja, fijn dat we dat samen mogen doen voor onze dochter. Um, we hebben ook allemaal luisteraarsvragen binnengekregen. Uh, um, ja, nou, dit hebben we al gehad. Over vertellen over je persoonlijke achtergrond, hoe rijk je op je pad is uh, gekomen. Um, nou ja, hier staat: Ben je altijd bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling? Of is deze interesse ontstaan door een gebeurtenis in je persoonlijke leven? Nou ja, toch wel. Ja, ja. ja op een gegeven moment. Nou, uh, je wordt. Door geforceerd bijna liefdevol. Kijk, ik, ik was iemand die overal een beetje omheen kon werken. Mm -hmm. Dus als er iets aan de hand was, dan stond was ik wel een manier om uh, daar niet zoveel aandacht aan te geven. Dat klinkt allemaal heel positief, maar uiteindelijk. Ja, vluchten. Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het klinkt van ik ben heel sterk, maar het is eigenlijk gewoon vluchten. Ja. Ook voor de donkere kanten ja. om die aan te kijken. Ja. Dus ik heb best veel meegemaakt met alles wat ik mensen leer. is, is gaat onderervaren, maar is ook vanuit ervaring. Juist. Dus waar moet je dan aan denken? Angst aanvallen, ja. hyperventilatie, volgens mij al tien jaar. Ja, ik weet nog dat ik er 19 was, 20 zoiets. Toen begon je met, uh, je, met de paniekaanvallen en uh, ja. hyperventilatie. Dat is heel intens. Ja, en ik denk ook voor de partner sowieso. Want ik, ondanks dat ik al wel wat wist van uh, rijk in energie, ging daar niet heel liefdevol mee om eigenlijk. Want mensen zeggen wel... Ja, blijf voor jezelf. Maar ik zag dat mensen die versie helemaal niet prettig vonden. Want het is natuurlijk helemaal niet leuk als je naar de bioscoop gaat... en je moet uh, halverwege weg. Ja. Of als je uit eten gaat en als het eten wordt neergezet... dan, uh, ja, dan je, wordt het allemaal te veel. En dan uh, weet ik wel, dan ging ik wel eens naar het toilet... en dan het, werd het minder. Ja. En dan kwam ik weer terug en dan was het er weer. En dan zat je weer aan je voet om je weer te ja. helpen gronden. Om te, om, te helpen aarden. Ja. Ja. Maar het was heel geforceerd. Dus veel weerstand. Omdat ik eigenlijk vond dat ik dat allemaal wel moest kunnen en aan moest kunnen. Want waar kwam die politiek vandaan, denk je? Um, ik weet niet meer zo goed chronologisch wat allemaal gebeurd is, maar ik, ik ben ook nog in elkaar geslagen ja, op straat. Dat was dat was wel daarna ontstaan, hoor. Ja. Dat dat je in elkaar geslagen was. Ja. En daar klinkt misschien vreemd, maar daar ben ik dus ook heel dankbaar voor, ja. omdat er toen zoveel angst omhoog kwam, ja. dat ik zoals ik toen was daar niet meer omheen kon. Ja. Dus toen moest ik wel iets gaan doen met uh, met die angst. Ja. Dus dat heeft wel meegeholpen. Nou, dat is denk ik wel een van de grote factoren was... geweest Het dat... was een hele traumatisch gebeurtenis ja. voor jou. Ja. ja. En dat ik niet kon werken, omdat ik een burn-out had en overspannen en vijver tegelijk. Ja. Ook zo'n combi van, uh, ja, nu uh, kan ik ook niet meer uh, lopen. Mm -hmm. Vond ik ook verschrikkelijk, want, want je kon aan mij niet zien dat ik niks kon. Want ik had niet een gebroken been of zo. Ik ja. had uh, alleen maar waar ja. en ik was overspannen. En over en ja. overspannen ja. Dus uh, dat heeft ook aangezet tot... Uh, meer naar binnen keren en richten mm -hmm. dus dat zijn wel grote gebeurtenissen geweest nou ja toen wij uit elkaar gingen ja. toen ging natuurlijk helemaal de grond onder mijn voet vandaan in ieder geval mm -hmm. dus dat was uh, helemaal omdat wij altijd bij elkaar zouden blijven was mijn idee dan ja. Ja. <laughs> ja. Ja. of mijn visie daarvan dus uh, en we hadden net Maya die was 1 jaar en we hadden net een huis ja. en we hadden net uh, praktijkruimte dus dat zag er voor mij ook gunstig uit met al mijn uh, ideeën en doelen die er waren en toen ging dat uh, niet door ja dat was wel het heftigste moment uit mijn leven dat ik echt dacht van uh, je ja. snapt echt helemaal niks van nee. toen uh, kwam mijn hoofd ook wel aardig uh, in beweging ja. meer ja. want dat is bij angst natuurlijk hetzelfde ja. angst voor de angst kreeg ik uiteindelijk dat is helemaal al, uh, geen pretje heftig ja. dus dat soort dingen die hebben echt bijgedragen aan uh, Taco die naar binnen ging keren om uh, naar zo'n blokkalis te kijken en daar aan te gaan werken. Maar ook heel zwaar voor de partners die bij mij zijn geweest in die periode, kan ik me voorstellen. Mm -hmm. Want je moet dat maar uh, kunnen handelen, dat je iemand ziet eigenlijk ziet afglijden. Steeds minder uh, zelfliefde creëert ja. uh, en maar niet uh, dat inziet Zijn ja, cool. maar doorgaat en maar doorgaat. En, uh, ja. dus, uh, maar dat zijn dus wel echt heftige situaties het, Ja. Ja, en moest kijken hoe je kijken hoe je nu het leven staat. Supermooi. Um, hier, dit is een mooie vraag. Wat zijn volgens jou de grootste valkuilen om echt gelukkig en in balans te zijn? De grootste valkuilen om echt gelukkig en in balans te zijn. Ja, dat begint eigenlijk al bij het idee dat we uh, iets moeten doen om gelukkig te zijn. En dat. Kijk, ik wil eigenlijk een beetje wegblijven van alle tegeltjeswijsheden. Mm -hmm. Maar het is. Eenmaal wel. <laughs> Omdat het, het moeilijkste is voor mensen: van ja, maar dat weet ik al, maar ik ervaar het niet. Hè? Wat ik straks ook zei, dat is het moeilijkste moment voor mensen en het kan heel lang duren. Ik weet hoe het werkt, maar het lukt voor geen meter. Ja. Dat is een verschrikkelijk uh, ja. gevoel. Is dat roept ja. dat nog meer weerstand op en dan gaan we het nog harder proberen om het, het wel te heen. doen. Ja. Ja. Dus daar begint het eigenlijk bij. Dus als je jezelf een doel stelt, om het maar even praktisch te maken, bijvoorbeeld om gelukkig te zijn. Dan komt ons denken meteen met alles waarom dat niet zou kunnen. Ja. En daar kan je wel iets mee doen. Want het gaat natuurlijk wel om waar je aandacht aan geeft. En mijn advies zal altijd zijn om naar binnen te gaan. Dus de valkuil is om in de buitenwereld te proberen geluk te vinden of geluk te creëren. Mm -hmm. Want als je hier op dit gebied iets geregeld hebt wat eigenlijk een beetje lekker loopt. Maar je hebt nog steeds blokkades in jezelf op het gebied van zelfliefde of iets anders. Dan gaat dit gebied uh, wel weer. Uh, ah, Rekers geven. En als dat dan weer loopt, is het daar weer niet goed. Dus het is best wel oneindig. Ik stel heel vaak de vraag aan mensen: wat is makkelijker? Jezelf veranderen of heel de wereld. Nou ja, jezelf veranderen is dan toch uh, makkelijker. En, en zo werkt het ook. Want als je in jezelf die blokkades oplost, dan creëer je ruimte en word je ook lichter, maar ga je de wereld ook anders ervaren. Omdat al jouw blokkades die wereld niet meer beïnvloeden. Ja. Dus de bril waardoor je het leven ziet, als je dan over patronen en overtuiging hebt, dat verandert ook waardoor nieuwe ideeën en mensen en middelen weer in werking worden gezet om je te helpen waar je naartoe wilt. Ja. Dus de grootste valkuil is eigenlijk ons denken in de zin van weerstand. En dat we van alles proberen in de buitenwereld, als je het mij vraagt. Ja, mooi. Um, dus weer naar binnen gaan. Uh, hoe kan je meer vanuit je hart leven wanneer je veel in je hoofd zit? Ja, dat is een beetje hetzelfde antwoord eigenlijk. Ja, maar ik stel hem toch, omdat het wel ja, iemand heeft besteld. Ja, nee, dat is heel goed. Uh, ja, dan de definitie is lastig in je hart leven. Want als we dat weer vanuit ons hoofd benaderen, dan is dat niet praktisch. En is dat heel moeilijk. We weten al wat het betekent en hoe het eigenlijk voelt. Want eigenlijk zijn dat al momenten dat we niet nadenken. Mm -hmm. Waarbij ik dus niet zeg, je moet niet nadenken. Ja, je voelt. ja. De mens is het meest gelukkig als hij niet nadenkt. Of een ander helpt, meestal. Ja. Maar niet nadenken is geen optie, want dat soort dingen gebeuren gewoon. Dus meer vanuit je hart leven. Wat je daarbij kan helpen, is weer gaan onderzoeken waar je weerstand zit. En als je die weerstand ontdekt, dat je daar dan iets mee gaat doen. Dus dat je dat gaat voelen, dat je jezelf rijkje geeft op die plekken bijvoorbeeld. Maar ook dat je weer kan loslaten wat daar tussenin zit. Want eigenlijk is het alleen maar weerstand wat ervoor zorgt... Dat we naar ons hoofd gaan en gaan nadenken over die weerstand. Ja. Als je het heel praktisch maakt, daar nou hou ik wel van, of heel makkelijk en ja, simpel. simpel ja. Je moet het nog wat doen. Maar dan heb je ineens wel mogelijkheden, want waar geef je, je aandacht aan? Ga je aandacht naar buiten richten of naar binnen? En als je aandacht naar binnen richt, wat mijn advies weer zou zijn, als je dan wat tegenkomt, probeer je dat zo goed als je kunt er te laten zijn. Ja. Dus dan geef je ruimte aan. Omdat wat daar zit, heel goed weet wat het moet doen om zijn beweging af te maken. Zoals dat heel mooi heet. Hè, als ze iets blokkeren omdat ze iets niet leuk vinden, dan kan die energie zijn beweging niet afmaken, dus dan uh, is die stilgezet. Ja. Krijgt dat ruimte, dan maakt ze zijn beweging af en die gaat altijd naar balans. Ja. Emoties horen niet te blijven, die komen en gaan, gedachten komen en gaan, allemaal energie. Dus dan zou ik weer naar binnen gaan om te kijken van wat zit daar nou, waardoor ik steeds uh, het idee heb of het gevoel of de ervaring dat ik in mijn hoofd schiet. Ja. Want dat doen we niet voor niks. Dat is echt een. Ik wil niet zeggen dat het altijd een vlucht is. Maar het heeft wel met weerstand te maken. En weerstand, als je dat aandacht geeft, kun je dat transformeren. Ja. Uh, heb je meegekregen dat Reiki en New Age opnieuw als iets duivels wordt neergezet vanuit de stroming die God centraal stelt? En zo ja, wat kun je hierover delen? Nee, ik heb het eigenlijk niet meegekregen. Behalve vanuit het verleden. Kijk, er zijn dus wel mensen die tegen mij ook wel eens zeggen van, uh, joh, keer je naar uh, een of ander geloof? Of die mij graag zouden willen redden in het verleden. Maar ik ben er zelf niet mee bezig, omdat ik er eigenlijk geen weerstand tegen heb. Dus ik vind het prima als mensen dat vinden of denken. Mijn advies ook naar, naar iedereen zou weer zijn, ga eens kijken waar die weerstand nou op zit. Want dat zorgt ervoor dat je ongename gevoelens ervaart en nog meer gedachten creëert waaruit weer allerlei acties komen die ook niet echt bijdragen. Nog meer weerstand creëren en dan blijft een soort cirkeltje lopen. Dus ik heb daar eigenlijk geen weerstand tegen. Uh, voor mij is rijk onvoorwaardelijke liefde. En als ik dat een plaatje zou geven, dan is dat voor mij iets waaronder alle ideeën vallen. En dat zie je ook in heel veel geloven terug, onvoorwaardelijke liefde. Ja. Dus dat vind ik heel erg mooi juist. Dus ook nee. dit is weer voor een ieder, ja, die eenheid voor een ieder gaat dat onderzoeken. Waarom, het, uh, waarom je zo graag wil vertellen aan anderen hoe het wel of niet zit of zou moeten of wat dan ook. Ja. Dus ik heb daar niet veel uh, nee. last van. Heb je tips om jouw eigen waarheid te ontdekken, zeker in de wereld van social media? Ja van binnen. Ja. Omdat daar, ja, blijft het op neerkomen. Maar het klinkt misschien makkelijk, omdat het steeds hetzelfde antwoord is. Maar als je dat gaat proberen, dan zul je merken dat als je naar binnen gaat, dat, dat daar ook de waarheid zit voor jou. Ja. Daarom vind ik ook dat iedereen zijn eigen waarheid leeft en iedereen ook de waarheid spreekt. Dus wat iemand ook vindt, dat het klopt voor die persoon gewoon. Dat is soms ook moeilijk met relaties. Dat je allebei probeert elkaar te overtuigen van iets terwijl het allebei eigenlijk klopt. Mm -hmm. Alleen mensen zitten in een andere fase in hun leven ja. en hebben andere dingen meegemaakt, dus zien de wereld zoals zij hem zien. Um, wat was de vraag? <laughs> nou ja, dat heb je eigenlijk wel beantwoord, want had je tips op je, om je eigen waarheid te ontdekken, zeker, ja. in de wereld van social media. Ja, dus de eigen waarheid of jezelf zijn, dat hoor ik ook heel vaak. Ja. Ik ben mezelf een beetje kwijt. In de basis kan dat natuurlijk niet. Ja. Want je bent altijd jezelf. Er zit alleen van alles overheen. Waardoor je jezelf misschien niet meer zoveel voelt. Of waardoor je misschien je gedrag gaat vertonen wat niet zo bij je past. Wat je niet zou willen. Ja. Ik vergelijk het altijd met, met jassen aandoen. Als ik tien jassen aandoe. Dan is dat vrij zwaar. Zoals het ook zwaar is om dingen te onderdrukken. En als ik dan mezelf prik. Dan zal ik ook minder voelen. Dus die emoties die er nog zitten. Voelen ook minder. Maar als ik die jassen langzaam uitdoe. Laten we zeggen dat ik ze allemaal uitdoe, door welke manier je dan ook volgt, dan blijft er iets over. En dat noemen we dan weer onszelf of wat we werkelijk zijn. Mm -hmm. Dus belangrijk is dat je mensen begrijpen dat dat er altijd al is, maar dat er gewoon iets omheen of voor zit. Maar we juist vooral niet zo keihard tegen moeten vechten, omdat het eigenlijk alleen maar laat zien wat je nog in de weg zit. Ja, tussenruimte is. Dus daar is die buitenwereld ook zo mooi voor, omdat het alles terugspiegelt. Ja. Maar wat we doen is, is dat we daar weerstand tegen bieden omdat we daar niet mee eens zijn. Waardoor we dus blijven vechten met iets wat ons probeert te helpen. Waardoor we nooit bij dat stuk komen. Ja, en het is ook wel mooi, weet je, dat je zei van goh, als je al die jassen om je heen zit, dan voel je eigenlijk minder. Ik voel ook, nu die jassen zijn afgelegd, gelegd, soms kan het super naakt voelen, super kwetsbaar, super. Maar ook super puur en super in verbinding met alles wat is. Ik merk ook dat ik gevoeliger word voor dingen. Weet je, Dat dingen me raken. Niet vanuit iets vervelends, maar juist vanuit dat ik het zo in verbinding kan voelen. Hoe ervaar jij dat? Ja, eigenlijk hetzelfde. Dat, dat is wat ik bedoelde met uh, wat holistisch leven voor mij is. Ja. Kijk, zijn is ook weer zo'n woord waar het hoofd niet zoveel mee kan. Maar dat betekent eigenlijk dat je al die jassen hebt afgedaan. En dat je daar gewoon reageert op wat er gebeurt. Ja. En dus dan kan het niet anders dan dat je in een bewustzijnsniveau zit. wat heel liefdevol is, waardoor je sowieso al verbinding voelt met alles om je heen. En ook anders naar al, dingen gaat kijken, maar vooral toelaat wat er gebeurt. He, want ook dan kan er nog best iets gebeuren wat niet zo leuk is. Alleen reageren we daar dan op vanuit dit moment. En niet vanuit heel ons verleden wat we er ook uh, over ja. hebben. Is, daarom is dat loslaten zo belangrijk. Ja. Als je alles zou loslaten wat nog geblokkeerd zit, dan ga je dus reageren op situaties zoals ze zijn. Ja. En dan kom je veel dichter bij de waarheid, wat het dan ook betekent, of jezelf zijn. Of uh, je essentie leven. Dat, dat blijft dan over. Ja. En, dat, en, en zo beginnen we eigenlijk ook. En dan leren we van alles wat in deze metafoor dan jassen zijn die we aantrekken. alsof dat bij ons hoort. Maar het wordt alleen maar zwaarder en zwaarder. En de mensen zijn ook niet voor niks moe van alles. En hebben weinig energie. Dat, dat is zwaar om te onderdrukken of te tillen. Ja. En uitdoen, dan weten we niet hoe dat moet. Ja. Want dat denken zegt alleen maar. Het, het komt daardoor, ik moet nog een jas aan doen. Want anders ga ik iets voelen wat ik niet zo leuk vind. Ja. En dat ze. Uh, Daar ga ik van afstand nemen. Terwijl je eigenlijk alleen maar meer afstand van jezelf neemt. Ja. Waardoor je uitverbinding gaat. Waardoor de kans op burn-out alleen maar groter wordt. Ja. Maar al met al, als dat allemaal weer de bedoeling is. Dat... Ja, dus zo is ook niks verkeerd. Dat is ook iets wat ik mensen wel wil meegeven. Je bent al goed zoals je bent vanuit dit perspectief. En je doet niks uh, verkeerd met zoals goed eigenlijk ook niet. Ja. Dan blijft, er is gewoon iets. En ook je en is het. Wat je loopt. Ja, en wat je allemaal hebt. We hebben ook. Hè, wat jij over de verteld vertelt, heb ik natuurlijk ook gehad. Ook de pijn. Maar daardoor ben ik wel gangertje tegengekomen. En daardoor ja. ben ik wel uh, zomaar opleiding dan Begon ik altijd praktijk zomaar. Maar is wel een opleidingsinstituut gestart vanuit dat. Weet je, dat kun je niet bedenken. Maar dat is wel iets ja. wat daardoor ontstaat. Hé, hey, wij gaan een oefening doen. Om meer energie ja. te krijgen, toch? Ja, dat Vertel, wat zouden we doen? Nou, dan mag je lekker gaan zitten. En je mag je ogen sluiten. En je kunt je handen gewoon neerleggen zoals je dat wil. Dus hier zitten ook geen uh, voorwaarden aan. Je mag gewoon lekker uh, doorademen, zoals je hopelijk de hele dag al doet. Lekker ontspannen. En dan wil ik je vragen of je alles wat je vandaag hebt meegemaakt, of je dat los kunt laten. En met loslaten bedoel ik dat je het even geen aandacht geeft. En alsof je achter een bureau zit, zoals nu, en links van je ligt een stapeltje met papiertjes, dat je daar even niet aankomt. En dat mag je ook doen voor alles wat je vandaag nog moet doen. Stapeltje rechts van je, hoeven nu even helemaal niets mee te doen. Alles wat je had moeten doen, ook zo'n stapeltje daar is ons denken altijd heel goed in om dat er steeds bij te halen, kunnen we nu niets mee. Dus mag je laten voor wat het is. Wie we zouden moeten zijn. Voor onszelf of voor ons anderen. Dan laten we ook helemaal met rust. En dan blijft er dan niet zo heel veel meer over om over na te denken. Best interessant. En dan gaan we met deze oefening ons openen voor energie. En om je te openen. Voor energie is het belangrijk dat je die intentie neerzet. Dus ik open me voor de rijke energie of voor universele levensenergie of voor onvoorwaardelijke liefde. Iets wat het voor jou makkelijk maakt om die energie toe te laten, gebruik je daarvoor. Dus de intentie is al genoeg om die energie al te kunnen voelen. En als je dat nog niet voelt, dan is dat alleen wat oefening. En dan hebben we als mens en eigenlijk als lichaam hebben we drie hele grote energiekanalen. We hebben er wel meer, maar voor deze oefening nemen we er drie. En als je die opent, dan kun je heel makkelijk heel veel energie opnemen. En het eerste energiekanaal dat is onze kruin. En je kruin zit op je achterhoofd bovenop. Dus die mag je openen. En ook dat begint weer met een intentie. Dus ik open mijn kruin, is al genoeg om die energie vanuit het universum of vanuit de hemel toe te laten. Zodat je hele hoofd helemaal vol stroomt met energie. En dat hoef je eigenlijk alleen maar toe te laten. Dus je hoofd stroomt helemaal vol, je ogen, je voorhoofd. Je oren, je neus, je mond. En ook je keel, achterhoofd. Alles wordt helemaal gevuld met die onvoorwaardelijke liefde. En dan zakt die energie verder. Het gaat ook naar je schouders. En dan vult het ook het borstgebied. En dan gaat die energiestroom gaat rechtstreeks naar je hart. Dus je hart wordt helemaal gevuld met die rijke energie. En dan ga je observeren. Dus je gaat voelen, kijken of luisteren wat er gebeurt. En dat zorgt ervoor dat je aanwezig blijft. Dus dat je met je aandacht ook bij je hart bent. Zodat de energie kan doorstromen. En observeren doen we altijd zonder oordeel. Dus wat je ook voelt, hoort of ziet, dat probeer je zo goed als je kunt helemaal toe te laten. En dat is eigenlijk al de diepste heling die je kunt doen. En dat is een constante stroom zoals dat heet. Dus dat gaat maar door. Rijk komt uit een onuitputtelijke bron, dus er is genoeg voor iedereen. Dus je kan zoveel nemen als je wilt. En dat blijft dus maar doorgaan. En terwijl die energie dus door je kruin naar binnen komt en naar je hart gaat, openen we ook ons tweede energiekanaal. En dat zijn onze voeten. Dus je opent je voeten of je voetzolen. En dat is puur weer een intentie. En dan kan die energie vanuit de aarde omhoog komen. En kan zo je voeten vullen. Met universele levensenergie of onvoorwaardelijke liefde. Dus je hele voeten worden gevuld. En ook je onderbenen. En je bovenbenen. En je knieën. En zo gaat de energie omhoog. Via je bekken. Naar je buik. En het vult alles. Met energie. En dan gaat het nog hoger. Totdat het ook bij je hart uitkomt. Dus dan wordt je hart al van twee kanten helemaal gevuld met onvoorwaardelijke liefde. Energie uit het universum of uit de hemel, die via je kruin naar binnen komt. En de levensenergie die in de aarde zit, die via je voeten omhoog komt en ook rechtstreeks naar je hart gaat. En ook dat is weer een constante stroom, dus dat blijft maar doorgaan. Ja, dat En dan mag je twee handen op je hart leggen. En dan openen we ook ons derde energiekanaal, en dat zijn je handen. Dus je opent je handen, en dan stroomt de energie van deze aarde, stroomt door je handen heen, direct je hart in. En als je veel met de natuur hebt, mag je je daar ook op afstemmen. Alles wat leeft, heeft levensenergie. Dus dan wordt je hart van drie kanten helemaal gevuld. En dan ga je je observeren. Dus je gaat weer voelen, kijken en luisteren wat er gebeurt. Terwijl je hart helemaal gevuld wordt met onvoorwaardelijke liefde. En dat observeren zorgt ervoor dat we aanwezig blijven, zodat die energie ook kan doorgaan. En als er gedachten komen is dat helemaal niet erg, dan ga je weer terug naar je handen en dan ga je weer door met waar je mee bezig was. En dat is je kruinvoeten en handen openen, zodat die energie je hart kan vullen. En alles wat er gebeurt, probeer je zo goed als je kunt helemaal toe te laten. Het kan zijn dat je iets anders voelt in je lichaam, of ergens anders. Dan blijf je toch met de aandacht bij je hart en bij je handen. Maar of je nou warmte voelt, of tinteling, of kou, of pijn of emotie, het is allemaal oude energie die in beweging komt. Dus probeer je daar zo goed als je kunt. Zodat kun je nooit verkeerd doen, helemaal voor te openen, zodat elke hartcel helemaal doorstroomt met onvoorwaardelijke liefde. Elke cel neemt al die liefde op. En, En die kun je net zo lang mee doorgaan totdat je hart overstroomt. Misschien gebeurt dat ook wel. En dan zal die energie naar allemaal andere plekken gaan in je lichaam. Ze zeggen wel eens heel mooi als je hart echt in balans is. Dat alle organen vanzelf volgen. En dan mag je nu nog even je handen op je buik leggen. Zeg maar op de navel of twee vingers daaronder. Ja, er zit ook een ruimte achter onze navel, waar ook ons energiecentrum zit. Dus dan gaan die drie energiestromen naar die plek. Dus vanuit het universum of vanuit de hemel komt je kruin binnen, gaat rechtstreeks naar die ruimte achter je navel. Vanuit de aarde omhoog, door je voeten, door je benen. Langs je bekken gaat ook naar die plek en vanuit je handen stroomt de energie van deze aarde die ruimte ook binnen. En dan wordt het helemaal gevuld. Dan ga je weer observeren, voelen, kijken en luisteren naar de energie of naar je lichaam. Houd ja, mij. Nee, nee, nee. En dan probeer je alles wat er gebeurt zo goed als je kunt helemaal toe te laten. Het is alleen maar oude energie die in beweging komt. En dat is mooi, want energie die beweegt, is al niet meer geblokkeerd. En dat is wat we juist willen. Dat energie weer gaat bewegen zodat het zijn of haar beweging kan afmaken, die naar balans leidt. Dus misschien kun je daardoor nog meer openen. Zodat je nog meer energie kunt opnemen. En dat die energie nog dieper je lichaam kan vullen. Dan mag je voor nu op je eigen tempo en moment weer je ogen openen. Je kunt de energie bedanken op je eigen manier. En dan kun je weer in het hier en nu aanwezig zijn. Dus dit is een hele makkelijke oefening die je zelf ook kunt herhalen om makkelijk heel snel veel energie op te nemen. Geleerd van onze Reiki Master. Dankjewel. Goed om te vermelden. Erg mooi. Ja, vind ik ook. Goed. Ik voel me heel erg aanwezig, heel erg present, heel erg in het moment. Mooi. Ik kan het heel erg voelen ook, heel veel licht. Het is echt helemaal alsof ik een soort van gelijk ook, een soort van die energie radiate van oké, okay, geeft het helemaal weer door, niet, niet uit iets moeten. Maar gewoon vanuit het natuurlijk zijn, dat het er gewoon is, altijd. Ja, echt super fijn. Mooi. En vanuit deze ruimte die je nou voelt, dat is natuurlijk de ruimte als we het over manifesteren hebben, waar de dingen wat makkelijker neergezet kunnen worden. Dus vanuit hier ben je ook helderder. En voel je meer veiligheid en vertrouwen. Dus je kan je heel makkelijk naartoe omdat dit er ook altijd is. Je hoeft eigenlijk niet heel veel moeite voor te doen zoals de meeste hopelijk hebben kunnen ervaren. En vanuit daar kun je ook uh, makkelijke dingen bereiken. Mooi. Dank je wel. Graag gedaan. Heerlijke, heerlijke oefening. Mensen thuis, laat even weten hoe je deze oefening vindt. En uh, zeker voor de mensen die al een beetje rijke ervaring hebben, dit is iets wat we niet bij zomaar doen. Dus ik denk uh, hele mooie ook uh, om dit van Taco mee te nemen. Um, ja, super fijn. Superfijn. Um, ja, being to being. Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht? Eigenlijk voor alles. Zoek eens een standaard antwoord. Maar uh, mensen die iets willen bereiken, want dat zijn de mensen waar ik heel graag mee werk, die ook echt iets willen. Maar niet zo goed weten hoe, of veel weerstand ervaren, of niet weten hoe ze daarmee om kunnen gaan, zijn altijd welkom. Dus mensen die op hun persoonlijk pad bezig zijn, misschien die veel in hun hoofd zitten... Ik krijg heel vaak mensen die heel gevoelig zijn, ook hooggevoelig, maar toch ook heel van nadenken. Dat past ook eigenlijk wel heel goed bij elkaar. <laughs> dus die krijg ik veel. Maar uh, ja, eigenlijk voor, voor alles. Ja. Ja. Leuk. Nou ja, kunnen ze je vinden? Dus kijk ook even in de notes hieronder, de podcast. Dan zie je ook uh, Taco zijn uh, adres en website. Um, zijn er nog tips die je wil meegeven aan onze luisteraars? Want we gaan richting het einde van onze podcast. Ja. Uh, nou, mijn tip is altijd uh, weet jezelf. Je bent goed zoals je bent, maar dat zijn meer uh, termen dan. Een tip zou altijd zijn om naar binnen te gaan. We willen heel graag dat energie ook juist binnen blijft, zodat het daar aan het werk kan gaan en ons kan helpen om weer in balans te komen of in te zien uh, waar we nog tegenaan lopen. Dat zou een tip zijn. Ligt je niet te veel op de buitenwereld, maar probeer dat als een spiegel te gebruiken. Hoe makkelijk dat ook klinkt. Probeer een doel te stellen omdat dat heel veel aanraakt wat uh, je in de weg zit, waarom je het nu niet ervaart. Eigenlijk komt daar heel veel mee naar boven. Vooral patronen en overtuigingen. Die je daarna weer kunt aankijken. Die daartussen zitten. Want eigenlijk tussen jou en wat je wilt bereiken, zit eigenlijk alleen maar weer weerstand. Dus probeer die weerstand toe te laten. Probeer eigenlijk alles toe te laten wat er is. Probeer ja te zeggen tegen wat je voelt, vooral. Neem het gevoel als leidraad. Dat zou ik ook willen meegeven. Omdat dat er namelijk altijd is als we piekeren of malen, of ergens niet uitkomen of ergens tegenaan lopen, is er altijd een gevoel. Want anders zou ons denken zich niet druk maken. Dat wil daar zo snel ook van weg. Dus dat zouden mijn tips zou zijn. Mooi, mooie tips. Hele mooie tips. Super fijne podcast, Taco. Ik uh, eer je als mens, als, als goede vriend en ook natuurlijk bovenal als vader van Maya. En uh, nou, ik hoop dat mensen die dit zien ook uh, lekker bij jou uh, verder kunnen op het pad. Want het is echt precies wat je zegt, wat ik ook elke keer, en soms vergeten we het eigenlijk gewoon, hoe simpel het is om aandacht te hebben om weer naar binnen te gaan. Om, daar liggen de antwoorden, daar is de energie, daar is alles en vanuit dat binnen zijn. Jij zei ook straks zo mooi, de verbinding tussen je ziel en je lichaam, of je mind en je ziel, maar je, je, je lichaam, daar, alles is in het nu als je in je lichaam bent en in ja. die energie te zijn. En van daaruit kun je ook weer verbinding voelen met het universum en met iedereen om je heen. En ja, naar binnen gaan is toch echt wel iets wat... Ja, wat echt wel de gouden. Het gouden woord eigenlijk, het woorden zijn die je hebt genoemd in dit, uh, dit, dit afgelopen uur. Ja, en gun jezelf om gelukkig te zijn of dat te ervaren. Dat is heel belangrijk in de stap van accepteren zoals het nu is. Ja. Maar gun jezelf dat. En dat is een uh, intentie. Want, want heb je het idee dat mensen zichzelf niet gunnen om gelukkig te zijn? Omdat daar dus, dus patronen zitten van, ik maar ik verdien dat niet... Of ik... Ben je het goed genoeg of ik mag het niet? Nou, het zorgt ervoor dat mensen niet beginnen of niet doorgaan. He, als je nu een keuze maakt van: ik, ik heb een bepaald doel en daar ga ik naartoe, en ik gun mezelf ook alle tijd en ruimte om daar te komen, dan is alles wat daartussendoor gebeurt is eigenlijk om je te helpen om daar te komen. Maar ja. heel veel mensen stoppen met doorgaan, omdat er iets gebeurt wat niet in lijn ligt met waar ze heen willen of van ze het idee hebben: dit kan nooit goed zijn, want ik heb nou ineens heel veel verdriet. Ja. Dus hoe kan het nou bijdragen aan dat ik gelukkig wil zijn? Ja. Dus dit is niet goed wat ik aan doen ben, dus ik moet wat anders gaan doen. Ja. En dat is echt het truc van ons denken. Ook weer om af te leiden. En te fixen. Ja. Niet vanuit het echt zijn, maar echt het fixen. Ja, en dan ons af te leiden van wat er wel zit en dan steeds iets nieuws te proberen, waardoor je dus eigenlijk nooit komt tot de kern van de blokkade of van wie je werkelijk bent. En dat gunnen is heel belangrijk, omdat daar een hele positieve energie in zit. Dan zit je meteen in de dankbaarheid en in de energie die wel werkt, ja. in plaats van de energie van ik kan het niet accepteren, maar ik wil het eigenlijk wel anders, en ik weet dat het anders moet, maar ik weet het eigenlijk niet hoe. En dan blijf je een beetje daarin zitten. En we zijn niet tijd ontevreden met hoe het nu is. Dus blijf dat herhalen. Als ik me nu niet fijn voel en ik zie alleen maar plaatjes van Taco die zich niet fijn voelt, dan is dat er nu ook en nu ook en nu ook. Dat ook. Dus dat soort dingen werken niet zo. En dat is hoe we denken, wat heel creatief is. Wat ook de moeite waard is om te onderzoeken. Wat ik dan uh, tien jaar heb kunnen doen. Wat <laughs> uh, een heel, heel diep niveau. Yeah. Dus daar kom, kijk ik ook niet op van degene die tegenover mij zit. Met welk verhaal hij of zij precies, Dat is wat uh, voor mij logisch is en, en, en kan. Maar het heeft allemaal weer te maken met energie die geblokkeerd is. Yeah. Yeah. Dus het gunnen is wel heel belangrijk anders wordt het zo zwaar. Dan is het tegen de wind in fietsen. Kan je het wel halen, hè, maar het is wel heel zwaar. Ja. Het meestal haken we af. Ja. Lekker met stroom mee en gelukkig zijn. Ja. Nou, mooi. Dank je wel. Lief allemaal. Ik hoop dat jullie ook enorm hebben genoten van deze podcast met Taco. En uh, ja, ook weer lekker aanmoedigd om naar binnen te gaan. Om reiki op te pakken als je dat uh, nog niet hebt gedaan. Uh, lekker daarmee aan de slag te gaan. En. Uh, Mocht je een ziekenhuis, een ander ziekenhuis weten, nog in Nederland, die daar om staat te springen, laat het ook zeker weten. Ik denk dat het een hele mooie ja, beweging is, dat echt regulier en alternatief zo mooi samen kan gaan. Want uiteindelijk staat de mens die wij helpen centraal. En uh, ja, het lijkt me mooi om dat ook nog even te noemen. Dus uh, dankjewel. Dankjewel voor het kijken, het luisteren en ik zie jullie graag weer volgende week. Doei. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording en maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week.